Na 66 jaar begint het leven pas. Nou, als je het niet erg vindt, wou ik daar niet op wachten. Jij toch ook niet? Ik niet, hoor. Tegenover mij is komen zitten Jeannette van Huisstede. Goedemorgen. Goedemorgen. Na 66 begint het leven pas. Nee, toch? Nee. Dat moet je niet willen. Het leven begint bij nul. Ja, vind ik ook. Zo is het. Jeannette, ook jij bent gisteravond even bij de Maasboulevard geweest. Op de Maasboulevard geweest. Wat was jouw eerste indruk? Ja, heel gezellig. Ja, het was ontzettend. De eerste stuk met dat mooie weer. En zoveel waardering voor zo'n organisatie die dat weet neer te zetten. Ja. En ook al die vrijwilligers. En ik was bij de act van Miss Montreal. Ja. Nou, we keken achter ons een prachtige regenboog. Zo vanuit Rotterdam. Ja, die is die regenboog. En toen kwam vanuit Rotterdam. En toen kwam er daar een bui. We hebben nog kunnen schuilen onder de boom. Ja. Maar het was een fantastische sfeer. Heel positief. Ja. Ja, alleen de discotent die tegelijk... Ja, hadden wij ook een beetje moeite mee. Dat vond ik een beetje jammer. Ja. Maar alle waardering en zo gezellig. Ja, ik stond gisteravond met iemand te praten. Gewoon iemand, zo iemand. En die, ik denk niet vanuit Schiedam, want die maakte de opmerking... wat een schitterende locatie is dit. Want ik zat op een gegeven moment... Ja, je bent niet heel de tijd in beeld. Dus ik zat op een gegeven moment zeg maar gewoon bij onze eigen tent. Ja. Op een stoeltje, gewoon lekker in het zonnetje. Want het was gewoon camping natuurlijk. Ja, En die zei ook van, u zit hier als... Ik zei, man, maar ik zeg, u moet hier eens door de week komen. Ja. Als het gewoon rustig is. Aan het water kan je zitten, je kan op het veld zitten. Nou, super uniek. Nou, dat maakt een mooi bruggetje naar waar wij het over gaan hebben. Over het Kids Bouwdorp. Ja. Maar toch eerst even een stukje geschiedenis. Ik weet niet, Jeannette, of jij dat hebt meegemaakt... maar ik ben van de generatie Joop van Broekhoven, Riet Immerzeel. Nee, die ken ik die niet. Die deden Jeugdland. Ja. Daarna kwamen Pim en Daphne. Die ken ik wel. Die hebben dat ook een aantal jaren gedaan. En toen stortte de wereld in, want daarna kwam er niks meer. Nee, was een groot gat. Dat was een groot gat. Waren het niet dat we vorig jaar te maken kregen met het Kidsbouwdorp? Ja. Daar was jij bij betrokken. Ja. Vertel even een stukje geschiedenis. Het leuke was, ik sprak met Cedric Mouchal. Die organiseert al jaren in Maassluis twee Kids Bouwdorpen. En hij zit ook in de communicatie. Hij zit in de evenementenorganisatie. Ik sprak met hem over hele andere dingen. En ik zei tegen hem, wat vind je nou eigenlijk het leukste om te doen? Hij begon te praten over zijn Kids Bouwdorpen in Maassluis. Begon helemaal te stralen. Ja. Ik zei, volgens mij vind jij dat het allerleukste van het hele jaar. Ja. Hij zegt, maar daar haal je zoveel energie uit. Hij zegt, tuurlijk, hoop werk, hoop voorbereiding, sponsoring organiseren. Maar op het moment dat het loopt, is het zo leuk om te doen. Dus toen zei ik van, eigenlijk hebben we dat al jaren hier niet meer. Nee. Kunnen we dat niet eens gaan opzetten? Nou, ik heb in februari dat eerste gesprek met hem gehad. In maart zijn we opgestart. Ik heb een aantal mensen zo gek gekregen... die onmiddellijk met mij die stichting wilden gaan oprichten. Ja. En in juli stond het. En het was eigenlijk al meteen een geweldig succes. Wat goed is, komt snel, hè? Ja, kennelijk, hè? Ja. Kan. Ja. Het kan. Maar je had ook het thee mee, hè? Wat je zelf zei, er zat een gat in. Hè? Ja. Want er komt nu een periode van 6 weken aan. Niet iedereen gaat op vakantie. Hè? Nee. Dat is zo'n misvatting dat mensen zeggen... ja, dan gaan de mensen daar lekker op vakantie. De hele straten zijn leeg. Nou, ik heb nog nooit een lege straat gezien in Schiedam. En heel veel kinderen kunnen op dit moment ook niet meer op vakantie... omdat hun ouders dat financieel niet meer kunnen dragen. Dus wij hadden zoiets van, daarom Kids Bouwdorp nu... is ook maar €1 toegang. We willen wel een drempeltje opwerpen. Zodat we niet iedereen zomaar dat veld op krijgen. Nee. Er is een poort en daar moet je langs. En daar moet je voor betalen. Ja. Ook al is het maar die €1. Maar daar krijgen ze wel ook een lunch voor cadeau. En we zorgen voor genoeg eten, drinken, fruit de hele dag. Ja. Even terug naar vorig jaar. De eerste versie. Want je had die stichting opgericht. Je hebt mensen. Dan is de volgende stap. Dan moeten centjes komen. Want hoe vervelend het ook is. Het kost geld. Ja. Maar ik neem aan dat je ook een beroep hebt gedaan op bedrijven voor materialen. Het bouwdorp, dus je moet materiaal hebben. Ja, heel veel bedrijven. En ik moet zeggen... er is eigenlijk niemand geweest die nee heeft gezegd. Want we hebben natuurlijk ook de fondsen gevraagd om ons daarbij te steunen. Maar heel veel bouwbedrijven en houtbedrijven en bedrijven die gereedschappen hebben. Hè, een Stiho in Schiedam, een hele bekende naam. Die deden alleen maar sponsoring over de grens. Ja. Ik heb ze kunnen bewegen om lokaal iets te gaan doen.
Ze hebben hout geleverd, ze hebben zonnepetjes geleverd. En ze hebben ervan genoten. Dus toen wij dit jaar vroegen van willen jullie weer? Meteen ja, tuurlijk gaan we sponsoren. Ja. Een Nemat, dat is een bedrijf wat hamers, zagen, tekenpotloden, et cetera levert. Ja. Meteen bereid om te sponsoren. Maar kwamen dit jaar ook meteen met de suggestie van hey, jullie hebben pallets nodig. Die kunnen wij dit jaar wel gaan opsparen voor jullie. Ja. Dus een hele hoek ingericht op het bedrijf waar die pallets werden opgespaard. Een BGS die fantastisch meewerkt. Irado. Geweldige organisaties. Allemaal. Ja, meen ik echt. Ja, absoluut. En zoveel mensen ook met het hart op de goede plek. Ik benaderde, omdat het thema dit jaar is schatten en sultans. Mm-hmm. In het kader van 400 jaar Turks-Nederlandse betrekkingen. Ja. Dus we hebben ook een aantal Turkse ondernemers gevraagd van willen jullie met ons meedenken en wat kunnen jullie doen? Ik belde gisteren een directeur van een Turks bouwbedrijf hier in Nederland. Mm-hmm. Exrambouw. En die zei meteen van wat wil je hebben? Ik zei ja, ik zou heel graag willen dat jullie de lunch voor ons vergoeden. Als jullie ons €300 kunnen overmaken, dan kunnen wij van die grote Turkse broden kopen. Kunnen we tussen de middag die kinderen brood geven. Ja, zei die, dan moet je wel naar die en die bakker op de Nolenslaan. Ja. Want daar haal ik ook altijd mijn brood. Ja. Ik ben daar naartoe gegaan. Ja. Ik kwam daar aan, ik vertelde mijn verhaal. Nou, zij komen 75 van die grote broden. Per dag leveren. Ja. Die gaan we lekker beleggen. Maar meteen kregen we ook het aanbod van nou, we willen ook wel wat hapjes serveren op de laatste feestelijke dag met de prijsuitreiking. Dus het gaat, weet je, het gaat heel erg leuk. Ja. Maar goed, toen kwam die eerste versie eraan. En dan moet er een locatie gezocht worden. Ja. Want het is niet zo dat je zomaar overal in Schiedam nog ruimtes hebt om eens even lekker een bouwdorp neer te zetten. En zo'n locatie moet je afhekken. Ja. Hoe heb je dat aangepakt? Wat wij voor ogen hadden is dat we het bouwen door de kinderen ook een beetje wilden koppelen aan het bouwen in de stad. Ja. Want dat vonden we wel een leuke combinatie. Vorig jaar had WoonPlus het terrein aan de Noordvestsingel. Ja. Daar tegenover Molen de Vrijheid. Ja. Daar stond een groot hek omheen, want daar gingen ze het kwartet bouwen. Ja. We hebben WoonPlus gevraagd, mogen wij een deel van dat terrein gebruiken? En dat mocht. Ja. Dit jaar Oranjeburg, want het kwartet is nu langzamerhand. Hè? Ik geloof dat de eerste mensen wonen er al in. Ja. Dit jaar Oranjeburg, daar gaat begin volgend jaar gebouwd worden. Daar stonden ook al hekken omheen. Wij hebben nu ook van de gemeente gelukkig een deel van Oranjeburg kunnen krijgen. En we krijgen dat nu weer. Volgend jaar gaan we gewoon weer naar een ander bouwterrein. Want er blijven in een stad altijd bouwterreinen komen. En het leuke is dat mensen dan ook, als ze hun kinderen komen brengen of ophalen, dat ze ook kennis maken met de plek. En ze zijn er misschien nog nooit geweest. Ja. En misschien Oranjeburg is Bekaland, hè? Bekaland is het voormalig Vlietland ziekenhuisterrein. Ja. En wij zitten op het voormalig parkeerterrein, als mensen dat weten. Dus dat is het hoekje van de Nassaulaan en de Anna van Burenstraat aan de andere kant van de BK-laan. Ja. Nou, zullen de omwonenden hartstikke leuk gaan vinden om dan daar een kidsbouwdorp te krijgen? Nou, ze zijn allemaal enthousiast. Ze komen allemaal kijken. Ja. En dat was ook een van de toezeggingen die de gemeente had gedaan. Dat er leuke activiteiten zouden gaan plaatsvinden op dat terrein. Want anders zit je maar tegen al dat zand aan te kijken en nu gebeurt er wat. Jeanette, die kinderen gaan aan de slag. Die gaan lekker zagen en timmeren. Bouwdorp, hè? Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat je natuurlijk risico's wil uitsluiten. Ja. Hoe pak je dat aan? Hoe zorg je dat die kinderen toch begeleid worden? Nou, we hebben een enorme begeleiding van allemaal professionele pedagogisch medewerkers. Ja. ComKids en Ide Drachstra zit gelukkig als penningmeester. Dat is de directeur van ComKids. Die zit als penningmeester in onze stichting. Ja. Niet helemaal voor niks natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. En hij stelt al zijn pedagogisch medewerkers beschikbaar. Dus maar ik bedoel ook met zagen en timmeren? Met zagen, dat wordt ook begeleid door mensen van de BGS. Ja. We staan er ook altijd open voor als vaders willen meehelpen. Prima. We hebben er vorig jaar af en toe zelfs een paar van het terrein af moeten doen. Van nou, je kind kan het ook zelf wel. Papa, mag ik eens even zeggen. Ja.
Zo gaat dat. Ja, papa, mag ik eens met de trein spelen? Ja. Jeanette, toch even malheur. Gisteravond werd er gebeld dat de bus kapot is. Ja, gistermorgen. En we hadden een bus geregeld. Zo'n grote stadsbus van Connection. Die eigendom is van Life College. Mm-hmm. En zij hadden ons gesponsord met die bus. Want we hebben 250 kinderen uit de stad op te halen van verschillende locaties. Dat moet een grote bus zijn. Want als je met een kleine bus gaat, dan rij je 20 keer heen en weer en is de dag voorbij. Gistermorgen bleek dat de bus kapot was. En ook niet op korte termijn gerepareerd kon worden. Dus we zijn nu... Dus een bus. Een bus aan het zoeken. Maar het moet een grote bus zijn. Ja. We hebben een chauffeuse die alle papieren heeft. Alles. Die met een bus mag rijden. Die dat ook gewend is. Ja. Dus wij zoeken eigenlijk een bus. Dus we hopen dat er iemand van RET of van Connection... we hebben ook gisteren contact geprobeerd te zoeken met El Furkan. Mm-hmm. Die hebben ook een bus. Islamitische school, die heeft ook een bus. Ja. Helaas niet te bereiken op dit moment. Ja, vakantie. Vakantie, maar we hopen dat we toch nog voor dinsdag weten of wij zo'n bus gaan krijgen. Want anders moeten de kinderen met het openbaar vervoer gaan komen. Ja. Dus de concrete oproep, lieve mensen thuis ook. Ja. Kent u iemand die bij een bedrijf werkt waar een bus is? Ja. Dan wordt u van harte verzocht of Radio Schiedam te bellen via 26 12 12. Ja, als u nu een bus beschikbaar hebt, dan kunt u nu bellen. Dan gaan we je gelijk in de slinger zetten. Maar u kunt ook bellen, Jeanette, naar een ander nummer, neem ik aan. Ja, mijn 06-nummer. Dat is 06-22-97-90-32. Nou, dat zijn altijd van die lange nummers. Laten we het even houden dat als men hier naartoe belt, 426 12 12, dat wij jou eventjes door gaan bellen. Perfect. En dan, Jeanette, eventjes om het af te ronden. Wanneer gaat het van start, het hele festijn? We gaan dinsdagmorgen, aanstaande dinsdagmorgen, 10 juli, gaan we om 9 uur van start. Ja. Dan mogen de kinderen al zich komen verzamelen op het terrein. Wij zorgen dat alles klaar staat. Om 10 uur is de officiële aftrap. Er komt een prachtig koor, een kinderkoor, wat een speciaal lied heeft geschreven. En dat wordt de aftrap. Mm-hmm. We zijn er elke dag van 10 tot 3 uur 's middags. Om 3 uur 's middags is het weer afgelopen. Ja. Kinderen die zelf naar huis mogen, dat wordt allemaal op een bandje, een polsbandje gezet. Ja. Die mogen zelf naar huis. Andere kinderen moeten worden afgehaald. Ze krijgen een lunch. En 13 juli... is er 's middags, dat is vrijdag de 13e. Ja. Laten we hopen dat alles goed gaat. Vrijdag de 13e, dan is er 's middags om 2 uur de prijsuitreiking. De jury, in de jury zit Johan Grijze. Onder andere waar jullie het net over hadden, over cultuur. Johan Grijze zit in de jury. Aysel Kaya, de projectmanager van Verborgen Schatten. Mm-hmm. En nog iemand. En dat wordt gewoon een feest. En iedereen mag komen kijken. Leeftijd gebonden? Ja, 6 tot en met 12 jaar. Ja, even voor de duidelijkheid. Hè. 6 tot 12 jaar, dus niet te jong. Maar ook niet de grote pubers, want die moeten weer... Ja, daar is, overigens wil ik wel opmerken, daar is dus helemaal niks voor. Hè. Nee. Maar dat is natuurlijk ook wel lastig, want die willen zich vaak niet natuurlijk laten organiseren en zo. Nee. Maar ja, goed, ben jij van de middelbare school gevallen nu en je moet 6 weken thuis doorbrengen? Ja, vind ik jammer. Maar dan word je vanzelf een hangjongen. Ben je daar wel eens voor benaderd? Ja, dan word je, heb je daar wel eens over nagedacht wat je voor zo'n groep zou kunnen doen? Nee. Dat is moeilijk, hè? Ja, nu eerst eventjes dit kidsbouwdorp. Ja. En het moet zich nog verder uitontwikkelen. Ja. We komen iedere keer dingen tegen die we volgend jaar ook weer beter willen gaan doen. Ja. Maar ik hoop dat het nu dit jaar weer een succes wordt. En voor oudere kinderen, ja. Nou, het enige wat ik nog even wil memoreren is dat wij kwamen vorig jaar filmen. Toen was er een partij regen overheen gegaan. Ja. En toen stond de brandweer, stond het terrein leeg te pompen. Klopt. En de kinderen gingen gewoon met kaplaarzen en gewoon blote voeten. Die gingen door met timmeren. Ja, dat vond ik een onvergetelijk beeld. Ja, dat was fantastisch. Aanstaande dinsdag, 10 uur. 10 uur. Dan is het zover, lieve papa's en mama's. Dan kunt u de kinderen met een eurotje afgeven. Eten en drinken wordt verzorgd. Het is veilig. Kinderen worden niet zomaar op een terrein neergezet. Er is begeleiding met zagen en timmeren. Ja. En het enige wat jullie nog nodig hebben is een bus.
Dus als u vanavond lekker bij de buren in de tuin zit of anderzijds, als er iemand is die iemand kent die een bus heeft om de kinderen op te halen, 426-1212, 426-1212. Jeanette, bedankt voor het langskomen. Bedankt. Zaag en timmer jij mee? Ben je handig? Ja, ik ga natuurlijk wel meehelpen. Als ik thuis naar een zaag kijk, dan wordt het hele huis nerveus. Dus ik... ik ben niet verstandig. Maar we komen heel graag bij jullie weer eventjes kijken hoe het is. Hartstikke leuk. Blijf lekker even zitten. Want, Aad, hadden we nog iemand die ging bellen? Dan gaan we even kijken of Nico er nog in de buurt is. Want er was nog iemand die ging bellen. Nico, waar ben je? 426-1212. Degene die zou kunnen bellen. Maar ik denk niet dat het is. Wat doen we nou? Laten we een stukje muziek draaien. Mocht er nog iemand bellen, dan kunnen we hem erin laten. Nossa, nossa. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai. Comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Treba! Terwijl we lekker de muziek laten doordraaien, hebben we nog een beller op het laatst. Goedemorgen met Jan-Willem. Hey Jan-Willem, goedemorgen. Goed uit het zonnig zuiden van Schiedam. Ja, met Pieter spreek je. Pieter Bos, goedemorgen. Goedemorgen. Pieter, je wilde nog even heel kort reageren, zowel op Van Gaal als de Maasboulevardfeesten. Even over het Maasboulevardfeest maar even. Je was er gisteravond? Nee, helaas niet. Ik ben er wel smiddags even geweest. Ja. Of ik ga er vanmiddag even naartoe. Of ja. En morgen sowieso, want Nico komt er ook sowieso, heb ik al begrepen. Nico is overal. Je kan hem herkennen aan een rode neus. Ja. Van de lekkerste drank uit Schiedam, zou ik maar zeggen. Dat bedoel ik maar. je wou nog even wat over Van Gaal zeggen? Ja, ja, Van Gaal. Hij doet je waarschijnlijk heel veel pijn, maar Van Gaal vind ik niet de juiste man. Nou, je doet er mij absoluut geen pijn mee, maar dat is wat anders. Nee, want ja, stel je al voor dat hij komt, hou je bek. Tegen Louis van Gaal zie je het al voor je. Ja, maar hij heeft nu een nieuwe heup uit Schiedam, dus misschien dat dat goed invloed op hem heeft, Pieter. Laat uitgaan van het positieve. Zo is het. Pieter, ik ga je afsluiten, want we moeten nog even afkondigen. Ik bedank je voor het bellen en veel plezier vanmiddag op de Maasboulevard. Ja, kom zeggen, kom allemaal naar het gezelligste feest van Schiedam en vermaak jezelf allemaal. Oké. Okay. Hoi. Hey, goed weekend allemaal. Dank je. Ja, lieve mensen. Nou, zoals gezegd, Pieter Bos verwoordde het mooi. Dit weekend in het teken van Maasboulevardfeesten. Wanneer u denkt van, ik moet even hoesten en ik ga er toch vanmiddag naartoe. Dan lijkt me dat heel verstandig. Er kan in de loop van de middag een buitje vallen. Maar ach, dat kan ook niet vallen. Wat ons betreft, Passage 12 zit er weer op. We hebben vele gasten gehad. De laatste gasten wil ik nog even in memo roepen. Heeft u een bus? Want het is lastig hoor, om nu nog een bus te krijgen. Kent u iemand met een grote stadsbus? Een bedrijf of wat dan ook? Bellen met Radio Schiedam 426-1212. Wij geven het door aan Jeanette van Huisteden. En dan kunnen de dinsdag allerlei kindertjes gewoon nog keurig opgehaald worden. Techniek Aad van de Wel, gastheer Nico van Sluis. Mijn naam Jan-Willem de Boer. Mensen, maak er een leuk weekend van. Tot volgende week.